Hou je van boeken? Of van reizen? Leer je graag bij? En ga je wel eens naar een cultureel evenement? Dan zit je goed bij het Davidsfonds, het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen. Cultuurnetwerk? Is dat iets gevaarlijks met bendevorming en zo? Maar nee. Enfin, jawel, wacht, ik leg het even uit. Eigenlijk is het Davidsfonds wel een bende. Een grote culturele bende. Want het Davidsfonds, dat is in de eerste plaats een vereniging met 45.000 leden en 6.000 vrijwilligers die elk jaar maar liefst 10.000 culturele evenementen organiseren. Grote evenementen zoals Toast Literair en de Nacht van de Geschiedenis, maar ook kleinere zoals een daguitstap, een workshop of een theatervoorstelling. Het tweede lid van de bende is Davidsfonds Uitgeverij. Die publiceert boeken. Dat is nogal logisch. En e-books, en cd's, en geheime CIA-documenten. Nee, die laatste niet. Enfin, toch niet dat we weten. Maar het zou wel kunnen, want wat Davidsfonds publiceert is hyperdivers. Van stevige boeken over de Eerste Wereldoorlog en schilderkunst, over hippe pak- en veggieboeken, tot de leukste kinder- en jeugdboeken. Derde in het rijtje is Davidsfonds Cultuurreizen. Superknappe groepsreizen naar superinteressante bestemmingen met superveel wetende reisbegeleiders en een supercultureel programma. Je kan bijvoorbeeld op reis met Fred Brouwers naar Londen, met Peter Verlinde naar Congo, met Mia Doornaar naar Amerika. Hola, dus toch naar de CIA. Maar nee, alhoewel, met Mia weet je natuurlijk nooit. En tenslotte is er Davidsfonds Academie. Nee, geen Police Academy, maar wel tientallen cursussen en dagevenementen waarmee je kan bijleren over... Vesalius, Rubens, Karel de Grote, de Europese Unie, de Berlijnse Muur, de Vikingen, de muziek van Verdi, de verkiezingen... En de CIA. Jawel, want er is ook een cursus over de VS. Dat is wat we bedoelen met een cultuurnetwerk. Er is dus helemaal niets gevaarlijks aan. Kom het zelf maar eens ervaren op een van onze activiteiten. Ze staan open voor iedereen, maar met onze bendelidkaart, ik bedoel onze cultuurkaart, krijg je heel wat voordelen. Lees er alles over op davidsfonds.be.